Ja, Mitchell, hebben jullie vandaag recht gehad op een resultaat? Nou ja, ik denk als team hoe we hebben gespeeld. Niet altijd even goed. Niet echt met mooie voetbal, maar ja, het blijft heel lang 1-0. En dan hoop je toch dat er iets gebeurt, dat je een uitbraak hebt en dat je de 1-1 kan maken. En dan... Jij was dichtbij? Ja, ik was dichtbij. Ik raak hem niet goed. Wel moeilijk natuurlijk. Maar ja, nogmaals, als je dat een beetje geluk hebt en je maakt die 1-1 en dan... En het geloof komt er helemaal bij en ja, dan kan je hier een puntje meenemen. Al met al, ja, je weet wel dat je tegen PSV speelt, dat ze heel effectief zijn. Dus ja, dat is ook hoe het is. Kan je met dit spel, met opgeheven hoofd, het stadion verlaten? Nou, met het spel was niet altijd even mooi. Maar we hebben elkaar vandaag niet laten vallen. En dat is wel een punt wat in het verleden en voorgaande wedstrijden wel vaak gebeurde met bij een tegenslag. En dat is vandaag niet gebeurd. Nu moet ik zeggen, vaak tegen de betere teams gebeurt het niet. En wanneer het moet, gebeurt het wel. En dat is een kwalijke zaak. Bijvoorbeeld ook tegen Ajax. Waren jullie ook niet kansloos toen? Nee, tegen Ajax heb ik dan zelfs niet meegedaan. Maar ik kreeg Jeveen natuurlijk een goede kans. Ja, dan kan je hem ook gewoon scoren. En je ziet altijd dat tegen de grote clubs verliezen wij niet met hele grote uitslagen. Maar ja, nogmaals, je koopt er niks voor. Je pakt geen punten. Dus ja, allemaal leuk, maar het schiet niet op. Er blijven wel steeds minder wedstrijden over. Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is de kans dat NAC gewoon in de Eredivisie blijft? Nou, ik moet positief blijven. Nu zit ik in mijn emotie. Dus ja, het is altijd moeilijk in emotie praten, maar... Ja, morgen is weer een nieuwe dag en dan moeten we gewoon weer positief zijn. En er zijn nog 9 wedstrijden en zolang die 9 wedstrijden niet zijn gespeeld, heb ik hiervoor ook gezegd, dan blijf ik erin geloven. Deze wedstrijd, iedereen gaat er al vanuit natuurlijk dat dit de moeilijkste is. Hierna komen de wedstrijden waarin je eigenlijk punten moet gaan pakken. Ik zag je in de eerste helft nog wel even pissig worden. Waar ging dat over? Ja, ik ben wel vaker pissig geworden, dus waar het precies om ging, dat weet ik niet. Maakte dit gevaar? Ja, dat we eraf moesten komen. Ja, als je achteruit gaat lopen en je laat PSV voetballen, dat heeft geen zin. Dus ik probeerde het middenveld mee te sturen en daardoor ook de achterhoede naar voren. Ik denk dat moet. Zo kom je in de duels en anders laat je ze voetballen en draaien en doen en dat is het ook niet. Mijn laatste vraag, hoe is het geloof in deze groep op een goede afloop? Nou ja, bij mij is het geloven nog steeds, wat ik je net al vertelde. Natuurlijk, nogmaals, na weer een verliespartij, ook is het PSV, ook al gaan de mensen ervan uit dat je hier toch geen punten pakt, is dat het groot. Dus, het geloof moet er blijven en ik denk dat dat bij de jongens ook wel zo is.